Goedemorgen. Goedemorgen! Welkom bij weer een nieuwe weekvlog van... De avonturenfamilie! Ja! Tijd weer voor een nieuwe weekvlog. Vandaag staat het vertrek bij de camperplaats in Silvas op de planning. We gaan richting Lagos vandaag. Iets minder charmante plek op een parking, maar wel super functioneel. We kunnen namelijk de stad vanaf daar heel goed bereiken. Het is vandaag zaterdag, dus we gaan vandaag de stad in. En morgen zien we dan wel weer. Voor nu, laden en lossen. Aangekomen op de parking. We staan allemaal geparkeerd. Beetje scheef, maar goed, het is voor één nacht. We zitten 1,5 kilometer van het centrum. Dus we hebben de wandelschoenen aangetrokken. Kinderwagen erbij gepakt. En we gaan richting het centrum van Lagos. En gevonden, we zijn er, het centrum van Lagos. De oude binnenstad, dus we gaan eens even kijken. Wij zijn weer terug van het bezoekje aan de stad Lagos. Echt een leuke stad, oude binnenstad, niet heel groot, maar wel leuk. En de kids die gaan nu even eten. Even kijken. Wentelt even staat op menu. En wij hebben gisteren zoveel picanha gemaakt dat we er vanavond nog een keer van eten. Maar wij eten iets later, want we hebben vanmiddag laat geluncht. Maar de kids hadden wel weer honger, dus ja, dat. Goedemorgen vanuit het zonnige Portimão. Again. Hebben jullie al een keer gezien dat we er zijn? Maar we zijn er weer. Vanochtend vroeg vertrokken. Zo, dat klinkt bijna als een songtekst. Maar we zijn vanochtend vroeg vertrokken vanuit Lagos. Boodschapjes gedaan. Alles ingepakt. En ik denk dat we om... 9:30 al aan het rijden waren. Dus nu nog even tijd voor ontbijt. Want dat had ik nog even overgeslagen. Rijstemelk met volkoren flakes en chocola. Dat is mijn lievelings. Bente is al met de andere oudste twee richting het strand. Wij gaan ook zo sterrenlicht even slapen. Maar Bo heeft haar bikini al aan, dus die is eigenlijk ook klaar om te gaan. We hebben hem weer neergezet. We kunnen ditmaal niet heel dicht bij elkaar. In die zin, kijk, de rest staat daar aan die kant. En wij staan hier. Dus er zit eventjes wat ruimte tussen, maar dat is even niet anders. We staan recht op de blokken weliswaar, maar het is gelukt. En we kunnen even genieten van een stranddagje, denk ik, vanmiddag. Strandmiddagje, zo moet ik het noemen dan, hè. Dus we nemen jullie weer mee vandaag. Oh ja, dit is dus ook trouwens de plek waar we onze drone zijn kwijtgeraakt in zee. Dus het doet wel enigszins pijn om hier terug te komen. Het is een hele mooie plek. Maar het doet ook een klein beetje pijn, omdat de drone hier aan zee is gestort. Dus. Maar we zijn druk op zoek naar een nieuwe drone. Mocht je tips hebben trouwens, laat het eventjes weten of je advies hebt. We hadden nu de DJI Mini. Maar we zijn eventjes op zoek naar een goed alternatief of een nieuwe DJI. Maar dan een plek waar we hem hier in Portugal kunnen aanschaffen. Want dat... Die hebben we hier in de buurt in ieder geval nog niet gevonden. Richting Lissabon zit wel een soort van mediamarkt. Je hebt hier verschillende mediawinkels, geloof ik, Worten, als ik het goed uitspreek. Zouden we nog even kunnen kijken. Maar die zit geloof ik niet in Portimão. Dat zou ik even bij Jeroen moeten checken. Dus dat zouden we nog kunnen nagaan. En dan hoop ik dat we er snel een hebben gevonden. Want dan kunnen we jullie weer mooie dronebeelden geven voor in de vlog. Goedemiddag, wij zijn geïnstalleerd. Daar staan we. We zijn weer in Portimão. Want Tessa en John die hebben wat problemen met het raam van hun camper. Het voorraam die hangt uit
het rubber, dus die moeten naar Carglass. En in Portimao zit trein, dus daar gaan ze morgen naartoe. Wij zijn nu onderweg naar een strandtentje. Daarvoor kunnen de kids heerlijk in zee spelen en op het strand. Ja, zo komen wij de dag alweer door deze zondag. Wij hebben even lekker op het terrasje gezeten. Kinderen bestellen nog een ijsje en dan gaan we weer terug naar de camper. Toch? Zo mooi hier. Goedemiddag, jong en lui. Zoals je hebt kunnen zien zijn we lekker bij het strand geweest. Het was heerlijk, even op het terras gezeten, de kinderen lekker in zee gespeeld. Ja, maar daar gingen we nu wel ons. En Jeroen is ondertussen het eten voorbereiden. Ja, omdat het erop staat kunnen we misschien wel. En live op TikTok. Ster is hier bij ons, Bent is aan het vissen bij de zee. En Bo is in een van de andere campers een filmpje aan het kijken met de andere jongste van de families. Dus dat was het eigenlijk. We eten lekker kip curry inderdaad, zelf gemaakt. Iedereen maakt zijn eigen plakje en dat gaan we dan samen eten, is de bedoeling. En dan kinderen weer op bed en dan even een avondje niks. Gisteren was even een avondje niks, maar even vaak drinken we wel even wat samen. Gisteren ook niet gedaan, hè? Ja, wel. Even tijdens het eten. We hebben laat gegeten. Toen hebben we een borreltje gedaan en dat was het eigenlijk. Toen moesten we nog met de vlog bezig. Dus Jeroen had de vlog klaar. Ik heb hem gecheckt en toen is hij afgemaakt om online te gaan uiteraard. Want hij staat weer online. En het is vanavond iets relaxter avond. Dus we zijn natuurlijk alweer klaar met eten. Ik vergeet natuurlijk weer te filmen. Onze lekkere avondmaal, kip curry was het, stond op de planning voor ons allemaal. Ik zal eens even laten zien hoe de saus eruit ziet. Zelfs Nona lust het. Kijk, Eva, die zijn ook niet heel erg gemakkelijk. Ja, dat is echt een dipje. Maar is echt lekker. Iets meer. Lijkt op tomatensaus. Kijk, dit was de pannen zijn zo goed als leeg, dus het heeft wel gesmaakt. Hallo. Ik heb een buik vol. Dus, ja, dat is top. Goedemorgen. Goedemorgen. Daar zijn we weer. Heb je goed geslapen, Bo? Ja. Kun je zien. De zon schijnt weer. Het wordt weer een mooie dag. Maandag vandaag. Wat staat er vandaag op de planning? Jij gaat met... Ik ga met John mee, met zijn camper, zijn voorraam die is uit de rubber gegaan. En we moeten even naar de Carglass. Kijken of we hem terug kunnen plaatsen. Er wordt nog een hels kawaii, want het is een gigantisch raam. Ja. En het is een oldtimer. Ja. Dus ze moeten het raam ook heel laat, want die zijn niet te krijgen. Want het is ook nog eens een Amerikaans oldtimer. Dus Ja, dat is ook de reden waarom wij even terug zijn gegaan naar Portimao. Om met hun... Daarna wil je die grote lepel gebruiken, dat is beter. Mag je deze om te eten, zo. Dat is dus de reden waarom we naar Portimao zijn teruggegaan. Zodat zij dat kunnen fixen. Omdat eigenlijk al in de planning stond dat we afscheid zouden nemen van elkaar in Zagres. En dat gaan we dus hierna doen. Vanuit hier gaan we door naar Zagres. Genoeg. En dan gaan we daar afscheid nemen en dan gaat ieder weer hun eigen weg. Nee, ik wil nog genoeg. Genoeg. Zij wil niet meer, zij wil niet zoveel. Nee, ik ben er zo heel erg voor kwark. Oh, maar je wil wel elke ochtend kwark eten? Ja. Nou, dan is het zo goed toch? Ja, dan is het genoeg. Ja. Dus dat. Zo, en we gaan nu even ontbijtje maken. Nee. Jeroen gaat wederom eitje bakken. En ik heb gewoon mijn standaard ontbijtje rijstemelk met... Chocoladeflakes. Wij zijn onderweg naar Carglass met de camper en John. Het gaat om dat raam. Daar moeten we even naar laten kijken. Dat was Carglass, die kunnen ons helaas niet helpen. Het is een heel klein Carglassje was het. Dus we gaan nu naar een andere garage waar ze... schadeherstel en zo doet, hè? Ja.
Misschien dat die ons kunnen helpen. Garage nummer 3. De tweede, dat was een classic car restauratiebedrijf. Hè? Ja. Daar moeten we om 11:30 terugkomen, maar wij dachten, we gaan nog even kijken of Glass Drive ons kan helpen. Dus daar zijn we nu. Gooi je nog even een visje uit. We gooien nog even een visje uit, inderdaad. En anders kunnen we altijd nog terug naar die ander. Want dan was de meneer die dit soort dingen doet, terug. Dus we gaan even kijken of deze ons kunnen helpen. Kijk, dan zijn we uit de brand natuurlijk. Wordt vervolgd. Wij zijn weer terug. Onverrichte zaken helaas. Althans, 12:30 heeft John nog weer een afspraak staan. Dan kan hij nog terug naar die classic car restauratieservice. Kijken of dat mannetje hem dan kan helpen. Maar Glass Drive die kon ons ook niet helpen. Dus ja, alle hoop is gevestigd op de Glass, op de restauratiebedrijf. Daar gaat John nog een keer. Hij gaat dit keer alleen. In de hoop dat ze hem kunnen helpen. Maar we hebben goede hoop. Daar is hij weer. Zal het gemaakt zijn of niet? Dat gaan we zien. Het lijkt nog. Oh! Er was een spiegel. Nou, en een spiegel terug. En een boom. Er zit nog weinig tape op die camper, dus ik denk dat het gemaakt is. Ja, die is gefixt en schoongemaakt. Ja. Hij is gemaakt! Yeah. Yeah. Woehoe! Hebben we het goed gedaan? Ik hoop het wel, het ziet er goed uit. Weet je? Netjes, al het tape weg, hè? Ja. Ja. Ziet er weer uit zoals het was eigenlijk. Ziet er goed uit. Goedenavond! Hallo! Wat gaan we doen? We gaan even happy eten. Eten, we hebben nog de hele reis nog geen pizza gegeten. Dus dat gaat vanavond denk ik gebeuren. Ja, maar ik had zoiets, dat doen we in Italië. Ja. De pizza. Maar dit nu, zijn Italiaanse Portugezen. Dit schijnt lekker te zijn. En dit is onze laatste avond in Portimao. En we zijn het al langzaam aan het afsluiten. Want over een paar dagen nemen we afscheid van elkaar. Dus we gaan even hapje eten met elkaar. Gezellig met de bende van ellende. Hi! En hier zit de baas. Ja, mooi. Goedemorgen. Zo, we beginnen wel elke dag zo, hè? Ja. Het is wel gezellig. Weer een nieuwe dag. Vandaag dinsdag. Vandaag een reisdag. Reisdag richting Zagres. Klein uurtje hier vandaan. Wij hebben eigenlijk alles alweer gereed. We moeten altijd eventjes wat dingen verplaatsen, vastleggen. We hebben alles even opgeruimd. De vloer lekker gedweld. Eerst geveegd, toen gedweld. Zodat het wel lekker. Ik heb de wc even gedaan. Dat als we straks op een nieuw plekje aankomen, dat we weer een lekker fris huisje hebben. En dat we. Nou, stoelen uitklappen kan daar niet. Dat wilde ik eigenlijk zeggen, maar dat mag daar niet. Maar dat we wel ons kunnen neerzetten en kunnen genieten van de omgeving daar. We gaan langs de Intermarché, begreep ik. Die zit net voor Zagres. Daar kunnen we eigenlijk alle het waterloze water bijvullen en het toilet even legen. Want we hebben tegenwoordig... zo voor elkaar dat we 4, soms 5 dagen met ons toilet kunnen doen. Dus dat is echt helemaal top. En dat doen we eigenlijk door zo min mogelijk te spoelen. En het wc-papier te scheiden van de ontlasting, zeg maar. Dus daar hebben we een prullenbakje voor staan. En dat werkt eigenlijk prima. Dus daar zijn we heel blij mee. Dat betekent dat we ook iets langer... zonder voorzieningen kunnen staan. Dus dat is top. Goed geregeld, zeg ik zo.
wij zijn weer aangekomen op een fantastische plek. Bijna het zuidwestelijke puntje van Europa hebben we aangetikt. Daar gaan we denk ik misschien morgen eventjes heen fietsen. Dat was goed te doen, hebben we al van horen zeggen. Het is even tijd voor een lunch. We hadden nog pizza over van gisteren. En we hadden nog een stokbrood, die was hard. Dus Jeroen heeft kleine bruschetta gemaakt. Tenminste, broodjes geroosterd en hij is nu de topping zeg maar aan het maken. Dus dat, even een broodje eten. We staan hier op een parking. Dus niet een officiële camperplek. Er staan hele grote borden. Verboden met een caravan hier te spenderen tussen 8 uur 's avonds en 8 uur 's morgens. Campers schijnen hier al heel lang te staan zonder problemen, dus dat schijnt gedoogd te zijn, denk ik, in deze periode van het jaar wellicht. Ik zal het even aanwijzen. Wij staan dus daar, Suus en Sol staan daar, en daar staan John en Tessa. Jeetje, ik ben heel slecht in namen, dat kun je wel zien. Een stukje verderop. Slide-out. Dat is de camper van Ash. Die hebben Susan, John en John en Tessa al een keer eerder ontmoet. Dus die zijn hier ook. Die meeten we hier. En even kijken hoe lang we hier blijven. Het weer is in ieder geval weer goed. Dus daar hebben we weer geluk mee. We zijn klaar om te vertrekken richting het fort wat je daar verderop ziet. We zijn hier nu toch, dus we willen dat graag even bekijken. Want morgen is de planning om richting het einde van de wereld te rijden. Dat is zeg maar die kant op. En om daarna af te sluiten met z'n allen op een betaalde parking. Want hier mogen we niks uitstallen. En wordt het dus lastig om samen gezellig af te sluiten met een lekker etentje of zo. Dus gaan we nog even naar een andere parkeerplaats, camperplaats. Om af te sluiten met de Bende van Ellende. Dus tot zover. Daar is dus het einde van de wereld. Zegt men vroeger, dacht men vroeger. En we zijn nu aangekomen bij het fort. We gaan even naar binnen. Wat is dit, jongens? Ja, van het fort of niet? Ja. Kijk, dit is de muur van het fort. Ja, heb jij goed gezien? Daar is het noorden. Dit is één van de uiterste puntjes. We zijn nog niet naar het uiterste puntje. Daar gaan we dus morgen heen. Maar dit is zeg maar wat er achter dat fort ligt. Het is wel gaaf om te zien. We gaan hier zo de zee over kijken. En we wilden hier even heen lopen. Inmiddels lopen we al eventjes achter de fortmuren. Prachtig mooi gebied trouwens. Heel wat rotsen, planten, een vuurtoren hebben we gezien. Super mooi uitzicht uiteraard. Het is heel mooi weer. Dus je kan ook heel ver kijken. Dus dat is top. Jarretje is inmiddels in slaap gevallen. Dus ik kan even een dutje doen. En dan gaan we zo meteen door naar het strand.
Na het fort trakteren we de kinderen nog even op het strand. En het is druk. Het is inmiddels wel bewolkt, iets frisser, maar nog steeds prima. Liggen er genoeg in het water en daar wordt druk gesurfd. Dus dat kan hier prima. En wij gaan even een drankje doen op het terras. Goedemorgen. Even alleen mij vanochtend. Ik wil even laten zien dat wij nu op een parking staan die eigenlijk alleen bedoeld is om overdag te parkeren. Maar wat hier dan toch gebeurt. Check dit. Nou, zo heb je wel een beetje een indruk gekregen, denk ik. Het staat helemaal vol met mensen die hier overnacht. Zo wij ook. Lijkt erop alsof het gedoogd wordt. Ik ga even mediteren op de rotswand. Hier aan zee ben ik gewoon even nodig. Voel ik. En ik was wakker. En er staan er al wel meerdere. De zonsopgang te bekijken, denk ik. Dus vandaar. Ik neem jullie mee. Daisy en Tessa die hebben wat leuks geregeld, georganiseerd, gedaan. Ja. Wat gaan we doen? Een groepsreisje. Ja. Nee, we gaan... We nemen bolletjes mee en fruit en snoepjes. En snoepjes, ja. Nee, we gaan met de boot de zee op. Met zo'n ribboot, zo'n rubberboot. En dan gaan we dolfijnen. Proberen dolfijnen te spotten en ik denk langs de kliffen. Ja. We zijn aangekomen bij, spreek het maar uit, Marilimitado. En de kinderen krijgen hun ogen al uit. We zijn onderweg. Ster heeft ook een mooie zwemvest aan, hè? Wauw! We zijn onderweg. Bo, hoe vind je het? Leuk! Bente? Leuk! Ik vind het ook leuk! Top, hè? Leuk! Ja hoor! Deze voelt zich niet helemaal zo heel lekker. Hè, Deze? Beetje zeeziek. Oh, oh.
Vind je het leuk, Sterre? En dit was de boot waar we mee gevaren hebben, hè, boot? Bo? Ja, ja en ja. Hoe vond je het? Heel leuk. Ja, vond je het leuk? Ja. Hebben we ook dolfijnen gezien? Ja en ja en ja. Twee maar, hè? Nee, 100. 100? Een heleboel hebben we gezien. Tof bootje. En een mooie rit. Kunnen we iedereen aanbevelen. Ik ben weer aanspreekbaar, jongens. We zijn er weer. Het was een leuke vaarttocht. Of niet, Tessa? Oh, sorry, ik zat even niet te luisteren. Was het leuk? Het was hartstikke leuk. Goede reis uitgezocht door ons reisleiders. Ja. En alle twee ook gebruik kunnen maken van een lekker zakje. Ja. Wij, Tessa en ik, hebben dat geregeld en geboekt. En wij hebben ook allebei overgegeven. Ja. Zo leuk vonden we het. Ja. Maar goed, we zijn er inmiddels weer een beetje bij. En het was verder wel heel leuk. Het was echt heel gaaf om te zien. Dus geen spijt, dat zeker niet. Zeker niet. Nee, hè? Supermooi. Ja. Echt, behalve dat stukje dan verder geweldig. Ja. Goedemorgen, zijn we weer. Donderdagochtend vandaag. Hier zijn er twee aan het spelen. Mm-hmm. Ja, hè? Wat zijn jullie aan het doen met het fruit? En spelen. Met speelgoed, hè? Ja. Dus dat is helemaal top. Jeroen is even de boel aan het klaarmaken voor vertrek, want we gaan vandaag weer rijden. En Bente is aan het schrijven in haar dagboek, hè? Ja. Ja, goed van jou. Dus, en zoals je kunt zien, schijnt het zonnetje alweer, of nog steeds. Is het nog steeds heel druk op deze parking. Maar wij vertrekken weer vandaag. Kijk, er staan het een en ander. Maar wij vertrekken weer vandaag. Tripje even naar het einde van de wereld. Wat men vroeger dacht. En dan, nou ja, even een paar praktische zaken. En dan naar een plekje weer in de natuur hebben we gevonden. Anderhalf uur hier vandaan. Dus we nemen jullie weer mee. En hier hebben we de laatste braadworst voor Amerika gehaald. Hallo. Hallo. We zijn er alweer. We hebben vanmorgen even wat beelden gemaakt met onze telefoon. Die jullie wel hebben gezien. Maar als jullie denken van, goh, het beeld ineens gek. Kwam daardoor. Want onze camera was leeg. Hij is weer opgeladen. We zijn zover dat we dus het einde van de wereld hebben gezien. Wat men in de middeleeuwen dacht. We hebben daar een lekkere braadworst gehad. Dat was leuk. En lekker vooral ook. Toen zijn we gaan lozen. Nee. Zijn we gaan lozen. En toen zijn we naar de Lidl gegaan. Hebben we even boodschap gehaald. En nu hebben we hem ingesteld, hè? Waar we naartoe gaan. Dat ja. Is... Uur en een kwartier rijden. Met Johnny en Anita is het... Anderhalf uur. Maar dat gaat helemaal goed komen. Nee, John en Tessa. Die rijden voorop. Daar kunnen we hun tempo aanhouden. En dan... het lijkt een hele mooie plek. Dus ik ben heel benieuwd. En we hebben barbecue spullen gehaald. Dus we gaan vanavond barbecuen. Vind je het leuk? Ja. En lekker. En lekker, hè? Ik heb worstjes meegenomen. Kip, hamburgers... Eigenlijk. Nou, we nemen jullie weer mee. Tot later!
goede inmiddels al avond. We zijn aangekomen op onze nieuwe plek. Ik zal jullie even het uitzicht laten zien. Fenomenaal weer. We hebben de tafel even uitgestald. Want we gaan barbecuen. Dus dat is top. We staan net boven Silves. Of net boven Silves. Ik denk een half uurtje boven Silves. Waar we al eerder zijn geweest. Midden in de natuur nu weer. Aan een beekje. Dus ik denk dat wij ons hier weer de komende dagen wel vermaken. Jeroen is Shashlik aan het maken. En dan zijn we er klaar voor. Dus, en ik heb kleren aan gedaan. En jij hebt even, ja, want de zon is achter de berg. Dus dan koelt het wel af. Het was vandaag overdag 27 graden, zei hij. Dus dat was niet verkeerd. En morgen wordt het ook zoiets. Dus we hebben het weer goed voor elkaar, dacht ik. Zo gaat het leven in het wild eraan toe. Wat gaan jullie maken? Oh, kampvuur. Ja, dat was daar, die kant. Goed zo, Ziggy. Goed bezig. Hier hebben ze al zo, wat gebouwd. Hè? Wellicht dat hij nog aangaat vandaag. Bente, wat ben je aan het doen? Ik ben aan het vissen met Jay. Ja. We zwemmen hier karpers, toch, Jay? Ja, zo. Ik zag ook een spiegelkarper. Ja. Ja. Dat is een karper, die zie je heel makkelijk en die eet veel. Dat is net als frisbee. Oh echt? Ja. Nou, we gaan kijken of we wat kunnen vangen vandaag. Die spiegelkarpers, die lijken... Wij zijn onderweg naar Daisy. Want die heeft een nieuwe hobby. Daar is ze. Ze is aan het vissen. En ze zingt al de hele ochtend. Als jullie me missen, dan ben ik vissen. Ik ben aan het doen deze. Ze is aan het vissen. Volgens deze waait het te hard. Nou ja, het dingetje blijft niet liggen. Of er zit dan te weinig lood aan. De dobber blijft niet liggen. Het gaat weg. Deze had... ja, wat nekklachten. Ja, behoorlijke nekklachten. En Suus die gaat proberen om cupping daar iets aan te doen. Goed van die toppen. Kijk, je ziet hier al het donker wordt. Ja. Dan zit hier wel echt heel veel afvalstoffen. En ik denk dat hier dan ook echt die spier zit wat het zeerste ja. is. Ja. Jeroen gaat lekker met de vlog bezig. Ik sluit hem bij deze dan ook even af voor deze week. Super bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En druk op het belletje als je niks wil missen van onze avonturen hier in de wildernis. Of op een parkeerplaats of op een camping. Je weet het niet waar we uithangen. Dan zien we je bij de volgende vlog weer.